gezonde fitness- en bodybuildingsport. Met spectaculaire demonstraties, een keur van topatleten en natuurlijk mensen die er verschrikkelijk veel verstand van hebben. Onder meer kunt u kijken naar fitness, naar training, powerliften, poseren. En dit is ook natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van deze populaire sport. Achter mij ziet u een ronddraaiende schijf met zeer gespierde sportatleten, sterke mannen dus, met een hele bizarre apparaat, althans voor mij ziet ze er erg bizar uit, maar iemand die er veel verstand van heeft en ook in de studio is, is Rob Houweling, sportleraar, fitness. Hallo, welkom in de studio. Ik wil wel het een en ander weten, want ik snap er helemaal niets van. Nou, daar kan ik wel enige uitleg over geven. Ja, het zijn ook allemaal Amerikaanse termen en namen. Het is universal apparatuur, wat je hier achter me ziet. En daar zijn dus bepaalde benamingen voor de apparatuur. En we kunnen er misschien even langs lopen. Ja, dan lopen we even heen dan. Ja, oké. Okay. Zo Rob, en dan zijn we nu aanbeland bij al die apparaten. Jij gaat even uitleggen wat het allemaal inhoudt. Ja, nou dit is dus de zogenaamde high lat pulley. Het woord lat is afgeleid van het woord latissimus dorsi, oftewel de brede rugspier. Dus je kunt dus hier onder andere de rugspieren optrainen om dus de goede ondergrond in de opbouw van de spieren te krijgen. Je kunt er overigens ook andere oefeningen mee doen, onder andere de triceps, oftewel de driehalfdaagse armstrekker van de achterkant van de bovenarm. Je kunt er een borstoefening op doen, dus het is eigenlijk een multifunctioneel apparaat. Het is allemaal van Universal, heb ik gezien. Dat is het eerste apparaat. Tweede apparaat, wat gaat dit dan inhouden? Dat is de zogenaamde leg extension, oftewel de beenstrekmachine. Het is een apparaat wat dus hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het voorkant van de bovenbenen, dus te ontwikkelen en goed te trainen. En dat werkt dus met steekgewichten. Dat wil zeggen, dat houdt dus in dat wanneer de pen eruit gehaald wordt en je hem een gaatje lager zet, dan komt er een plakje bij en dan wordt het gewicht verzwaard. Dat geldt dus ook voor om lichter te maken, dan gaat hij omhoog en dan wordt hij lichter. Dus je hoeft niet al die schijven tegelijk te beginnen. Je kunt gewoon met heel licht beginnen. Juist inderdaad. Je kunt het dus aanpassen naar dus degene die erop traint. Tot hoe ver kan dat oplopen, zo'n gewicht? Dat kan wel oplopen tot 100 kilo en meer. Meer. Ja. Dus dat hangt af van het aantal schijven. Van het aantal plakken wat erop zit, inderdaad. Ja. En het derde apparaat erop? Dat is de zogenaamde LED Rowing Bar. Ook weer een moeilijke naam, waar is dat voor? Ja, dat komt omdat het natuurlijk ten eerste de bodybuilding sport toch wel uit Amerika komt. En daar wordt met Amerikaanse namen gewerkt, uiteraard. Ja. En dat is een beetje overgenomen in het Nederlands. En het klinkt natuurlijk wat interessanter waarschijnlijk om het in het Engels te doen. Maar je krijgt er niet meer spieren van? Helemaal niet, nee, want daar moet je echt wel hard voor trainen. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Dat begrijp ik. Ja. Dat is het tweede apparaat en het derde apparaat? Dat was dus de zogenaamde LED Rowing Bar. Dat is ook een apparaat waarbij we dus de latissimus, weer de brede rugspieren, onder handen nemen. En hem vanuit diverse hoeken kun je hem dus trainen. Het is wel een technische oefening, omdat dus de stand van de man erg belangrijk is. Dat hij dus niet het volle gewicht op de onderrug krijgt. En dan kun je dus blessures krijgen. Daar moet je wel even op letten. Stel je voor, ik zou moeten kiezen. Ik heb weinig aan bodybuilding gedaan, of heb je inmiddels gemerkt. Maar ik zou moeten kiezen uit één van die drie apparaten. Wat zou je me dan aan kunnen bevelen? Nou, het apparaat wat je eventueel zou kunnen aanschaffen, dat zou die high lat pulley zijn. Omdat daar dus, als je dat thuis zou willen doen dus, omdat je daar dus wat meer mogelijkheden hebt. De andere apparaat. Je kent mijn zolder niet natuurlijk. Hè? Nee, nou ja, dan zou je dus alleen met één apparaat niet voldoende hebben. Want de oefeningen zijn beperkt uiteraard. Je kunt niet op één apparaat alle spiergroepen trainen. Je kunt wat dat betreft beter naar Rob Houweling toekomen. Bij de sportschool. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Hey, Rob, nou is het zo. Iedereen denkt, ikzelf ook, van dit is echt iets voor mannen, mannensport. Ja. Maar is dat zo of niet? Duidelijk niet. Dit is juist een sport die dus erg goed door dames ook beoefend kan worden. Kunnen we daar wat van zien ook? Uiteraard, ja hoor. Nou, dan gaan we eventjes kijken of we de dames bereid kunnen vinden om hier aan dezezelfde apparaat mee te doen.
Rob, wat is nu het resultaat van al die krachtinspanningen met die apparaten die we allemaal gezien hebben? Nou, het resultaat zal ik je laten demonstreren door onze Europees kampioen bodybuilding, Ab Steenbeek. Dames en heren, Ab Steenbeek.
Ik weet dat dames ook bodybuilding beoefenen. Is dat een ander soort bodybuilding als wat de heren doen? Nee, het is in principe hetzelfde als wat de heren doen. Alleen de gewichten die de dames gebruiken, die liggen een stuk lager als bij de heren. Maar het komt voor de rest op hetzelfde neer als wat de heren doen, ja. Ja. Heb je daar ook een voorbeeld van meegenomen? Ja, we hebben een voorbeeld meegenomen. Een meisje die dus haar posingroutine zal demonstreren. En dat is Ino Hakkens, Miss Elegance. Dames en heren, Ino Hakkens.
Van Eck de sterkste mannen van Nederland. Rob, wat zijn zij aan het doen? Nou, hun zijn zich aan het voorbereiden op het onderdeel powerliften. Wat is powerliften nou precies? Want ik snap er helemaal niet van. Dat gaan we je zo meteen laten zien. Oké, ik ben erg benieuwd. Huub van Eck, een van de sterkste mannen van Nederland. Want wat ben je? Wat ben je aan het doen? Aan het kniebuigen. Het is het eerste onderdeel van het powerlift en dat zijn we nou trainen. Wat kan er nou fout aan gaan en wat is nou goed? Kun je me dat uitleggen? Jawel, er zijn er bepaalde reglementen voor. En die wil ik je nou wel even laten zien. Dat doet zien wat heb je voor. Oké, hier is de microfoon. Er moet altijd opgelet worden dat het heupgewricht minimaal gelijk is aan de knie, aan de bovenkant knie. Dus dit en dit hoort in één lijn te zitten. Zit hij daarboven, dan wordt de beurt onherroepelijk afgekeurd. Siem gaat nou iets te diep. Dit is de minimale stand. Dus dit is de echte wedstrijdstand. Nu laat hij nog even een foute beurt zien. Ja. Dus die is te ondiep, wordt onherroepelijk afgekeurd op wedstrijden. Siem Wilson, Huub van Eck, twee hele sterke boys. Wat is op het ogenblik gaande? Ik trek nou Siem's powershoot aan. Dus een, zoals je ziet, een heel strak stretchpak. En is dat nodig voor dat, wat jullie doen? Het support enorm je kniebuigen, het bevordert hem ook. Je kan echt veel zwaarder tillen. Het is een bescherming over je rug. En het zit gewoon perfect. Is dat het enige wat je erbij aantrekt? Of ik zie daar ook een behoorlijk disco-riempje hangen. Dat is een riem en dat is ook weer ter bescherming van je rug. En ook weer een support om zwaarder te tillen. Een zeker geen disco dus? Nee, het is echt verplicht. Je mag zelfs niet zonder eigenlijk. En wat is er nog meer belangrijk? Ik zie daar ook speciale schoenen die je aan hebt. Nou, ik heb hier de echte powerlift schoen aan. Dus met een houten hak, riempje eroverheen. Houten hak is voor het doorzakken. Dus niet naar achteren kunnen vallen met een halter. Zie je er ook een band omheen zitten om de veters? Waar is dat voor? Veters rekken wel eens en het leerrek niet. Dus je zit er echt heel stevig in. Mm-hmm. Ik zag ook een verbandje net op de grond liggen. En daar komt Rob aan met het verband. Wat houdt dat precies in? Waar is dat voor nodig? Nou, dat zijn de Super Wraps. Die komen uit Amerika vandaan. En die gebruiken wij nou ook hier in Europa. En waar is dat voor dan? Het is ter bescherming van de kniegewrichten, kniebanden. Zit verschrikkelijk stevig. Zie je ook dat hij een speciale manier dat omwikkelt, hè? Ja, dat is de manier zo'n beetje die Siem nou doet. Twee keer heen en weer vrij stevig aantrekken. En ook weer een support om zwaardere beurten te pakken. Je schiet echt een stuk de hoogte in met deze band om. En dit is wat betreft de kleding van de sterkste mannen van Nederland, Siem Wilson en Huub van Eck. Rob Houweling zit hier naast me. Ik heb al diverse dingen aan je gevraagd. Ja. Nou is de laatste vraag misschien een beetje een modische vraag, maar ook wel belangrijk. Ik heb je de hele tijd rond zien lopen, samen met al die verdetten die aan deze show meewerkten. In zo'n rood-blauw gestreept geblokt pak. Van wie is dat? Dit is een pak van Arena. Waarom Arena? Omdat dit kleding is die dus in alle maten te krijgen is. En specifiek voor grote mensen, dus echte grote bodybuilders. En het is goed zittende kleding. En het zit perfect. En het is voor een sportman onontbeerlijk. Kortom, Arena voor jou dus? Voor mij Arena, ja. En voor velen? Oké. Okay. Verschil tussen bodybuilding en powerliften? Nou, wij trainen dus in dezelfde sportscholen gewoon, met dezelfde materialen zoals je ziet. Alleen wij zijn dus meer gespecialiseerd om zoveel mogelijk kracht te ontwikkelen. En een bodybuilder die probeert dus zijn lichaam zo perfect mogelijk in elkaar te zetten. Wat spieren en dergelijke betreft. Onderdeel daarvan is het zogenaamde bankdrukken. Je ziet, daar krijg je al een beetje verstand van. Ja, dat gaat hij nu doen? Hij gaat nu wat bankdrukken oefeningen doen, ja. Huub, kom even bij me staan. Zijn daar ook speciale reglementen weer voor nodig? Er zijn speciale reglementen voor je. Moet er dan wat gewicht aan hangen? Nou, dit is dus alle 125 kilo machine. Die kan er nog wel een plakje bij doen, hoor.
Ja, hij is niet voor niks de sterkste. Hij glimlacht wat, zie ik. Er komen twee brede jongens aan. Wat gaan ze precies aanhangen? Nou, er zaten net twee plakken 125 op. Dat is 30 erbij is 155. 155, homa. 195 kilo wordt dit. En het is natuurlijk al aanzienlijk beter. 195 is behoorlijk. Dat gaat, denk je, Sien? Ik zal het proberen. Sien zal het proberen. Nou, we zijn erg nieuwsgierig geworden. Wordt er aangegeven door iemand? Door Nol eventjes, ja. Zal ik even vertellen wat, waar je moet opletten met de wedstrijden? Ja. Er moet op gelet worden bij het powerliften. De voeten die moeten op de grond. Die mag er niet meer verschuiven of niet meer bewegen. Hakken mag er niet opgetild worden. Vooral opletten dat het zitvlak niet van de bank afkomt. Dus niet in de hoogte wippen. Waardoor je wat meer kracht kan zetten. Dat is er niet bij. Het halter moet 2 seconden stil blijven liggen op de borst. Dus op het signaal van de scheidsrechter mag die pas de hoogte in. Ik zie wel dat zo'n scheidsrechter een klapje geeft. Wat is dat? Dat is het zijn dat hij weer in de hoogte mag, ja? Ja, oké. Okay. Nou, ik ben even nieuwsgierig. 195 kilo, Sien Wulfsen. En... Dat gaat gelukkig helemaal goed. Het is ook belangrijk dat er altijd de vanger achter staat. Ja? Dat zie je maar weer. Het volgende onderdeel. Onderdeel deadliften, stevig het laatste onderdeel. En waar wordt dan op gelet? Er zijn ook weer wat reglementen voor. Sim gaat hem nu pakken. Het is het beste om de handen om en om te zetten, dat de halter niet uit je handen kan rollen. Dus let op. 1 onderhands, 1 bovenhands pakken. Zorg dat de rug een beetje gestrekt is, dus dat je niet met de ronde rug gaat tillen. Zoveel mogelijk met je benen tillen. Beetje boven het halter hangen, Sim tilt hem nu. Totdat je helemaal gestrekt bent en dan zegt de scheidsrechter weer neer en dan gaat hij hem neerleggen. Zorg er ook voor dat je hem begeleidt, dus niet terug laten vallen. Hij moet begeleid worden naar de grond, anders keurt de scheidsrechter hem ook af. Hoeveel kilo was dit nu? Ik zou het niet weten, ik geloof dat dit zo'n beetje was 200 kilo. Kunnen we het nog één keer zien? 200 kilo, Sien Wulfsen, en dan pakt hij beet en neer. Dat was dus het derde en laatste onderdeel. Op dit moment een zeer geladen stemming. We hebben al diverse krachttoeren gezien, maar nu een stukje entertainment op de tape. Sien Wulfsen en Huub van Eck, waar gaan we mee beginnen? Sien, geloof mijn telefoonboek. Dit is het district Amsterdam, telefoongids voor de stad met Schiphol, Diemen, Duivendrecht, de gids Amsterdam, overgewoonplaatsen. Nou, hoeveel pagina's zijn dat? Jij weet het? Even kijken. Gaat hij even kijken, wat gaat er gebeuren? Hoeveel pagina's? 1070, kijk eens even aan, 1070 pagina's. En die gaat Sien... Niet, maar Huub doorscheuren, hè? Jij komt zo aan de beurt. Huub, ga je gang. Kijk eens even aan. Je mag best even helpen met de aankondiging. Hij maakt zich nu echt kwaad. Ongelooflijk wat hier gebeurt. En daar gaan de eerste en de volgende aan. Ik kan misschien mededelen dat hij begonnen is met de Apple, daarna de Donald Duck als kind. En nu die hele grote gids. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Dat geluid wat hij maakt, dat is pure kracht. Kijk eens even aan. Ongelooflijk. En daar is één naar de laatste telefoonboek. Daar is het telefoonboek. En wat er gaat gebeuren, dat is ongelooflijk, onmenselijk ook. Kijk eens even aan. Daar gaat het gebeuren. Ja, hij maakt zich echt kwaad. En daar is de laatste gids. En u weet dat dit is een onderdeel van de sterkste man van Nederland. Kijk eens even aan. Dat is gebeurd. Ongelooflijk. Fantastisch. Sien Wulfsen, die is nu aan slag. Kijk eens even aan wat hier gebeurt. 19 mm staal, u weet wel, die in die grote bouwputten gebracht. En wat hier gebeurt is, kom mensen, kijk eens even aan. En dat krijgt hij helemaal door. 19 mm. Sien Wulfsen. En daar gaat het hoofd. Kijk eens even aan. Naast mij Huub van Eck. En u weet misschien, de koude winteravonden, dan hadden wij vroeger thuis zo'n warm water zakje, zo'n kruik. En die gaat de sterkste man, een van de sterkste mannen, opblazen tot hij ploft. Dat is een hele gevaarlijke stunt. Ik ga dan ook maar gauw aan de kant. Ben je er helemaal klaar voor, Huub? We gaan het weer proberen, Hennie. Oké, veel succes.
Fantastisch! Xien Wilson en Huub van Eck, allebei mannen met verschrikkelijk veel power en lucht. En om te bewijzen dat hun borstkast eigenlijk een soort van aanbeeld is, gaan ze dat bewijzen. Huub van Eck ligt op de tafel met een plaat van maar liefst 20 kilogram ijzer, metaal op zijn borst. En Xien Wilson staat daar met een moker alsof hij het niet anders doet. Wat gaat er precies gebeuren? Ik ga proberen zijn boezem in elkaar te rammen. Nou, maar dan niet echt natuurlijk, hè? We gaan kijken hoe dit allemaal af gaat lopen. Hij gaat daar een paar klappen geven. Ik zie daar het gesparren gezicht van Huub van Eck. Hij roept, kom maar, kom maar, kom maar. En dat is dan ook tevens het sein voor Xien Wilson om die klappen te geven. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Wat een kracht en wat een power. En dat is de laatste klap. Ongelooflijk. En dan nu het volgende spectaculaire onderdeel. We hebben net gezien dat Huub een paar geweldige klappen kreeg met dat staafijzer. Wat gaat er nu gebeuren, Huub? Nou, ik heb ze net met een hamer gekregen. Ik vind dat hij ze maar eens een keer met een bijl moet hebben. Nou, wat zat? Met een echte bijl. En dat gaan we even kijken of dat inderdaad een echte bijl is. En u ziet het, dames en heren, dat is een vlijmscherme bijl. Kijk eens, de laatste krachtmeting gaat nu eventjes. Xien Wilson gaat daar liggen. Er gaat een handdoek, een gewone handdoek, over het gelaat van Xien. Want we zouden niet willen dat er brokken in het gelaat kwamen. Helemaal geconcentreerd. Ik wens je goede reis, Xien. En hij krijgt een paar klapjes die je normaal alleen aan een paard geeft. Maar dat mag dan ook best, want dat is allemaal puur power wat hier gebeurt. Een levensgevaarlijke stunt, een vlijmscherme bijl en daarbij een straattegel, hè? Een echte originele. Dat is een echte, ja. Dat is een echte. Wat gaat er nu precies gebeuren? Wat ga je doen? Nou, ik ga met een bijl, ga ik die tegel doorslaan. Of zien. Ja, een van die twee. Het laatste is eigenlijk ook wel aantrekkelijk. Nou, ik dacht dat het aardig was als je het alleen bij die tegel hield. Niet zo van die gevaarlijke dingen. Uiterste concentratie en daar... Daar gaat de eerste klap. Dat is nummer 1. En dat is nummer 2. En dan gaat het gebeuren. Nummer 3. En ach, het is gebeurd. Ongelooflijk. En we gaan kijken hoe het afgelopen is met Xien Wilson. En daar komt hij overeind. Ja hoor, het is gelukt, dames en heren. Dit onderdeel. Fantastisch. Heel goed. Heel goed. Bij de sterkste man van Nederland is dit wel een onderdeel, maar niet zo geliefd. Want bijna elke atleet is daar bang voor. Bang om het gewicht, om de rare vorm, om de kracht die er nodig is. Want 145 kilo is deze boomstam. En Huub van Eck, hier achter mij, helemaal al geconcentreerd, gaat proberen deze balk op te tillen. Een ongelofelijke krachtprestatie. Ik hoop dat dit gaat lukken. Het is waar wat ik zeg, Huub? Ja, dat is me toen in de uitzending niet gelukt. Ik ben nu weer een jaar verder. Ik heb weer hard getraind en ik ga het nu proberen. Ik wens je heel veel succes. 145 kilo, uiterste stilte. En we gaan kijken of dat allemaal lukken wil. Ongelooflijk, hij heeft nu al op de knieën. En dan... Oh, oh, en het... Oh, ongelooflijk! En nou het laatste onderdeel, het spannendste onderdeel. Kijk eens even aan! 145 kilo! Fantastisch! Ongelooflijk! Het is je gelukt! Het is je gelukt! Geweldig! Ook een onderdeel van de sterkste man van Nederland is dat zogenaamde geldbakkentillen. U heeft dat misschien wel gezien. Maar met dat geldbakkentillen aan elke kant zit totaal 67.000 gulden. En er was niemand die ons dat wilde lenen. Maar ik kan u verzekeren, met deze gewicht eraan, even na dat in ieder geval, dat getal. En dat ligt dik boven de 300 kilogram. Xien Wilson staat hier naast me, uiterst geconcentreerd en gaat proberen dat omhoog te krijgen. Huub van Eck, zijn trouwe kameraad en zeker niet jaloers, want ze zijn allebei de sterkste mannen van Nederland, werken heel veel samen, saamhorigheid en hij helpt daarbij. Hij kijkt of alles goed is, geeft hem een paar klapjes, geeft hem wat kreten en dan gaat het gebeuren. Ongelooflijk, hè? En het is gebeurd, het is gebeurd! Xien Wilson. Kijk, en hij pakt hem nog een keer. En hij pakt hem nog een keer. Ongelooflijk. En nog een vierde keer. Xien Wilson. Fantastisch. Fantastisch. Een heel grappig onderdeel van Xien Wilson en Huub van Eck is wel het zogenaamde fietsieburger. Want zo noemen ze het zelf. En er zijn veel mensen die dat niet hebben gezien. Ik een paar keer. En het zal mij benieuwen of het dit keer weer gaat lukken. Xien Wilson en Huub van Eck. Hekel aan fietsen hebben ze een beetje gekregen inmiddels, of juist niet? Juist de liefde voor de fiets? Nee, ik heb een bloedhekel aan fietsen. Ik moest vroeger op de fiets naar school, ik heb een krantenwerk gehad, ik ben zo zat die dingen. Kortom, die gaat eraan? Ja, zeker. Waar ga je mee beginnen? Jij gaat beginnen? Ja. Oké, uiterst geconcentreerd.
En u ziet het. Dat eerste koplampje wordt er van afgerukt. Dan wordt de fiets in een goede stand gezet. In de stand waarmee hij het stuur kan gaan benaderen. Kijk eens even aan. En het hele stuur is al helemaal om. En daar gaat de voorband. Huub van Eck, ongelooflijk wat een kracht daarvoor nodig is. En dat is de voorband. Aan de achterband heeft hij ook een hekel, want hij heeft aan de hele fiets een hekel. Dus daar gaat het gebeuren. De achterband pakt een beet en daar gaat de achterband. Kijk eens even aan. Ongelooflijk wat hier gebeurt. En dan komt zijn trouwe kameraad, zijn metgezel eraan te pas om het geheel af te maken. Want wat zou een fiets zijn als een gewone fiets? Ik kan alleen maar zeggen, misschien een soort van vouwfiets. Hij gaat erop staan. Ongelooflijk wat hier gebeurt, wat daar een kracht voor nodig is. Hij zei voor en tijdens de repetities al, dit is een taaie, dit is een echte, dit is een goeie. En wat hier gaat gebeuren is ongelooflijk. Kijk eens wat een kracht daarvoor nodig is. En dan wordt er geroepen, kijk eens even aan. Bijna een echte vouwfiets en nu is het bijna gebeurd. En kijk eens even aan. En dat was de fiets. Kijk eens even aan, dat was de fiets. Zien we ons aan nu verrekt. Het zogenaamde fietsiebuigen. Zo, dames en heren, en nu weet u wat in Nederland het fitness, het powerliften en het bodybuilding gedeelte waard is. En hoe het in Amerika toe gaat, kunt u zien in de volgende film. Die heet Pumping Iron, met in de hoofdrol Arnold Schwarzenegger. En de man die de Hulk speelt, Lou Ferrigno. Veel plezier.